Een trip naar de meubelboulevard, vaste prik op tweede paasdag. En omdat het vandaag ook nog eens regende, was het weer druk in de meubelwinkels. Veel mensen hebben het voorjaar in hun hoofd, vernieuwing, hier is iets anders in huis. En daarnaast is tweede paasdag ook een dag waar iedereen eigenlijk vrij is. Alle verplichtingen zijn al gedaan. En dit is typisch een dag om gewoon eens lekker iets te doen wat je normaal eigenlijk niet doet of waar je niet aan toe komt. Het is een extra vrije dag en het weer is niet om naar het strand te gaan. We dachten, we zijn altijd op zoek naar een behoorlijke stoel om comfortabel in te zitten. Laten we het vandaag eens gaan doen. Een tip voor de modebewuste shopper? We zien duidelijk dat er bepaalde kleuren in beeld komen en dat zijn voornamelijk de geel-okertinten. Dat zijn tinten die wij rond januari op de beurs hebben gezien en die je nu terugvindt in de winkels.